Oeh. Ik denk dat we gewoon moeten gaan proberen om deze te vangen. Het is volgens mij best wel een goede Pokémon. Steel-type Pokémon zijn sowieso best wel chill. Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Shining Pearl video. En in deze serie kunnen jullie de namen van mijn Pokémon bepalen. En van één Pokémon zeiden jullie dat hij een andere naam moest hebben. Dus ik ben hier in Eterna City bij de Name Raider waar we namen kunnen veranderen. Want hey, als jullie een goed idee hebben, dan luister ik daar gewoon naar. Wil je dat ik één van de namen van jouw Pokémon even raid? Ja, zeker. Je moet even kijken naar Slughorn. Want dit is een slak-Pokémon. Maar we kunnen hem een andere nickname geven. En jullie zeiden dat hij Gerrit moest heten uit SpongeBob. En natuurlijk, Gerrit is een veel betere naam voor Shellos. Dus blijf die namen droppen in de comments. Doe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag leuke Nintendo video's op dit kanaal. En hier waren wij gebleven, bij deze brug. Ik zie dat we weer in een steenlandschap komen. Dus dat betekent dat ik Psyduck even voor aan ga zetten. Hallo meneer de steenman. Oh, wat? Wat zei je? Oh ja, battle. Louis. Dit is Louis van Gaal. We gaan juichen. Geodude. Let's go, Psyduck. Jij kan dit met je waterpulsie. Dit is geen probleem voor jou. Lekker. Hoppakee, sloop hem in één keertje. Ja hoor, want hij heeft geen sturdy. Dat is lekker. En Onyx. Ja, die kan je ook hebben. Wij hebben ook nog steeds een Onyx in ons team. Maar ik denk dat Onyx uiteindelijk wel eruit gaat. Want ik gebruik Onyx eigenlijk bijna nooit. Doei. Even deze steen kapot maken. Wat een ziek idee. Want hier ligt vast nog wel een item. Oh, ook een trainer. Dat is een birdkeeper volgens mij. Dan gaan we even switchen naar Simba. Ja, hij zegt ook, kijk naar deze prachtige vleugels. Ik zag het, want hij stond daar met zo'n kooitje. Dat was me normaal nooit opgevallen in andere Pokémon games. Dat zie ik nu eigenlijk voor het eerst. En het is een hoedhoed. Ik wil eigenlijk ook wel een hoedhoed. Alhoewel... Nou, misschien ook niet. Maar shiny Noctowl is wel vet. Ja, als we een shiny hoedhoed vangen, dan blijft hij in een team. En anders dan houden we lekker Absol. Ja, dit gaat allemaal zo snel, joh. Ik ben veel te sterk. Absol, die gaat ook naar level 21. Onze Blade. Gaan we even naar beneden. Ja, kijk hier. Een item pie. Ah, Taunt. Die gaan we echt nooit gebruiken. Let's go into the grot. Oké, jongens. Oké. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Hoppakee. Rock Smash hier bovenop. Deze steen kunnen we volgens mij nog niet kapot maken. Nee, waar hebben we strength voor nodig? Oh, ik kan hier helemaal niet naartoe. Ik heb nog geen strength. Oh, wacht. Ze willen zeker dat ik hier naar beneden ga. Terug naar de allereerste route. Hallo, meneertje. Ik ben professor Rowan assistent. Ja, die ken ik. Ik ken jou. En hij vraagt, hoeveel Pokémon heb je tot nu toe? Al 42 heb je er gezien. What? En we krijgen iets van hem, een rare candy. Ik dacht, misschien krijgen we strength van hem, maar helaas. Ja, oh, de bicycle road. Let's go. Uiteraard moesten we naar die bicycle road, want we hebben net onze fiets gefixt. En we moeten tegen Staravia. Waterpulsie. Oh, lekker Psyduck. Jeetje, die gaat hard. Volgens mij heb ik een goede Psyduck aan de haak geslagen, jongens. Lekker, man. Bam. Kijk wat hier gebeurt. Gerrit gaat naar level 19. Oké, let's go. Oh, wow. Zouden ze hier meer flying-type Pokémon hebben? Want dan gaan we Simba even als eerste in het team zetten, natuurlijk. Wat heb jij bijvoorbeeld, Megan? Ah. Oké. Shinx tegen Luxio. Hallo, Shinx. Ik ben je moeder. Luister naar je moeder. Loop weg nu het nog kan. Ah, arme Shinx, die is ook nog geflinkst. Geflinkste Shinx. Ah, sorry. Onyx gaat nu naar level 22 ook alweer. En dan is Megan ook alweer verslagen, joh. Lekker. Hebben ze allemaal maar één Pokémon hier of zo? Hallo. Hey, dit is James. Waar is Jesse dan, James? Het zou wel lachen zijn als ze hier ook Jesse even op deze route gooien. Mijn Luxio is niet super snel volgens mij, want die Ponyta hier is sneller. Maar mijn Luxio is wel sterk genoeg. Ik ben benieuwd wanneer ik nog betere aanvallen krijg. Want ik heb nu Spark, die is op zich wel oké. Maar er zijn betere elektriciteitsaanvallen. En James heeft ook maar één Pokémon. Ben jij Jesse als dit Jesse is, hè? Dat zou geniaal zijn. Nee, dit is Nicole. Helaas, geen Jesse. Oeh, Starly? Jij gaat het niet leuk vinden. Nog wel een quick attack van Starly? Nou, dat is goed gespeeld. Maar ja, dan is het wel einde verhaal daarna, denk ik. Ja. Sorry. Donaldje gaat alweer naar level 22. De baas. En dan laten we onze Gerrit even battelen tegen een Ponyta. Ja, Gerrit moet nog wel even evolueren voordat hij sterker wordt. Maar voor nu eens even kijken of hij het aan kan. Kom op. Oh, je kan die tackle handelen, joh. Lekker man, Gerrit. Oh, bijna gewonshot ook. Ja, heerlijk. Lekker man. Mudslappy. En klaar. Volgens mij wordt Gerrit wel een goeie, hoor. Wordt een goede Pokémon. Abu en Simba gaan beide een leveltje omhoog. Ja, dan gaan we lekker doorfietsen. Zo, er zitten wel lekker veel trainertjes hier, zeg. Shongeonge. En Sean's Starly.
is ook kapot. Gerrit en Blade gaan beiden een leveltje omhoog. We hebben lekker goed getraind hier. Oeh, Gerrit wil Ancient Power leren. Die is super chill. Het is een steentype move en die kan ook nog je special attack volgens mij boosten. Dat is echt, echt chill. Ja, en dan zijn we alweer bij het einde van de Bicycle Road. Let's go. Ja, we kunnen helemaal nog hier naartoe onder de Bicycle Road. Even kijken wat we hier allemaal tegenkomen. Qua Pokémon of qua items. Oeh. Bronzor. Ik denk dat we gewoon moeten gaan proberen om deze te vangen. Ik weet niet of ik hem in mijn team moet houden. Dan moeten jullie maar even zeggen in de comments. Willen jullie dat ik Bronzor in mijn team doe en hou? Want het is volgens mij best wel een goede Pokémon. Steel-type Pokémon zijn sowieso best wel chill. Ik hoop niet dat ik hem dan sloop met Spark. Maar dat denk ik niet hoor. Oh, gelukkig. Oké. Ik ga hem in ieder geval vangen. En dan hoor ik graag jullie mening over deze Pokémon. Het is niet de coolste. Het is niet een hele vette Pokémon. Maar het is ook geen Pokémon die ik vaak gebruik. Dus dat vind ik het wel weer leuk om hem wel te gebruiken. En we hebben hem inderdaad gevangen. En ik heb niemand eigenlijk een nickname voor Bronzor gezien indienen. Want ja, niemand denkt dat ik deze in mijn team doe. Maar Steel en Psychic is wel nice. Ik weet niet of er basketbalfans zijn. Maar kennen jullie LeBron James? LeBron's is dan toch gewoon een basen nickname voor deze Pokémon, of niet? Let's go, LeBron's. Kom met mijn team. En ja, dan is het toch echt tijd voor Onyx om te gaan. Sorry Rocky, maar ja, ik ga je toch niet zoveel gebruiken, man. Laat in de reacties weten wat je hiervan vindt. En dan pak ik even een Burnie op. Ik ben heel benieuwd of jullie willen dat ik hem erin hou. Of dat er misschien nog vettere Steel-type Pokémon zijn. Maar ja, dan moet ik die natuurlijk wel gaan vinden. En dat is ook nog de vraag. Kunnen we die vinden? Deze gaan we niet in het teampje doen. Cricketoon. Dat is op zich een solid Bug-type Pokémon, hoor. Ik heb op dit moment coolere Pokémon en sterkere Pokémon, denk ik, in mijn team. En als die nu zichzelf raakt, dan krijgen we niet eens de kans om hem te vangen. Kijk, oh, daar gaat hij al. Pakken we deze Pokémon op en dat is een Poison Barb. Dat is volgens mij best nice. Die boost namelijk de power van Poison type Pokémon. Ja, die heb ik weer precies niet in mijn team natuurlijk. Oeh, hier is nog een grot. Nee, dat was ik helemaal vergeten, joh. Ik ben echt veel vergeten van deze game. Ligt er weer een Geodude in de weg? Val ik weer over een steen met ogen en armen? Potverdorie. Ga eens aan de kant, jongen. Wegwezen. Hoppa, Simba naar level 25. Okay, laten we eerst even hier kijken. Op route 207. En daar hebben we Dawn. Yo, die vraagt, hoe gaat het met je Pokédex? Ik zit ergens tussen fantastisch en hopeloos. Ja, het gaat niet over mij. Ik heb iets leuks voor je. Kijk maar welke hand je wil. Doe maar je rechterhand. Daarmee krijg ik de VS Seeker. Ja. Oh, dat wil ik helemaal niet. En we krijgen een dowsing machine. Daarmee kunnen we items zoeken. Dat is wel nice. Dat is heel nice. Dan moeten we toch naar die donkere grot zeker, of niet? Of moeten we hier naartoe? Oh, ik denk dat we hier naartoe moeten, ja. Let's go, camper en picknickertje. Ponyta en Pachirisu. Voor die Pachirisu moeten we oppassen, want ik heb Psyduck en een Monferno. Dus we gaan eerst maar eens die Pachirisu proberen uitschakelen. Die volgens mij best wel een hoge verdediging heeft. Hij is gelijk burn, dus dat is ook wel lekker. Ponyta gaat voor tackle. Oké. En Pachirisu, wat ga jij doen? Spark. Ja, op Psyduck zeker. Ja, dat dacht ik al. Ah, nu is Psyduck aan de beurt. Maar Psyduck is nu paralyzed. Maar ik kan toch Pachirisu raken met mijn kopstoot. Ja, nou heeft Psyduck zeker weer hoofdpijn. En maar klagen dat hij hoofdpijn heeft. Ja, als je kopstoot gaat lopen geven, tuurlijk krijg je hoofdpijn. LeBronze gaat naar level 16 en die heeft echt hele slechte stats op dit moment. Die moet echt nodig evalueren. Zijn verdediging is goed, maar zijn aanval slaat helemaal nergens op. En zijn snelheid trouwens ook niet. Hij wil wel een goede move leren nu al, namelijk Gyro Ball. Want hoe langzamer Bronzor is, des te meer damage doet deze aanval. En Bronzor is langzaam. Oké, sorry Ponyta. Hier krijg je... Oh, je krijgt wel echt een hard klappie, jongen, van Monferno. Oh. Even een itempie fixen. Deze man heeft net nieuwe Pokémon gevangen in Mount Coronet. En dat is waar wij dus ook naartoe moeten. Ja. En er, ja, oké, ik verwacht dan wel iets meer dan Geodude, man. Ik verwacht dan minimaal een zieke Graveler. Oh, kijk, hij heeft ook een Bronzor. Maar ja, ik heb een Fire-type Pokémon. Een van de weinige type aanvallen die super effective is tegen Steel-type Pokémon. Steel-type Pokémon hebben echt weinig weaknesses. Nou, alhoewel, ze hebben misschien wel evenveel weaknesses, maar ze hebben heel veel moves die maar de helft van een aantal procent damage doen. Dat is echt lekker. Altijd lekker om Steel-types in je team te hebben. Nou, gaan we eens even kijken in het grotje of daar nog een leuke Pokémon zit. Hallo. Oh, Mount Coronet. Hebben jullie iets moois voor mij? Hebben jullie een vette Pokémon? Oh, 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 oh. Deze man ziet er gevaarlijk uit. Hij zegt, volgens een theorie is Mount Coronet de plek waar de Sinnoh-regio ooit begon. In een nieuw gecreëerde wereld. In een wereld waar tijd vloot en de ruimte zich uitbreidt. Hij zegt, het menselijke geest is zwak en incompleet, stom en... Ah, de wereld gaat erdoor kapot. Mensen zijn stom. Laat me erdoor.
Nou, ga maar. Ga maar weg. Ik heb nu alweer genoeg van jou. Kan hier nog niet zo gek veel doen, volgens mij. Kan er wel een matchup vangen, maar ja, die wilde ik in het begin hebben. Maar eigenlijk wil ik nu helemaal geen matchup meer. Ik ben wel klaar met matchups. Ik bedoel, toen ik erom vroeg, kwam je niet. En nu hoef je niet te komen ook. Doei. Gerritje, lekker man. Gerritje gaat naar level 21. Even kijken. Oh, jeetje, dat gaat hard. Veel Pokémon hier, joh. Nog een keer matchup. Daar heb ik geen tijd voor. Ja, wel lekker om LeBron's even te trainen. En Blade gaat ook naar level 23. Blade hoeft zelf erg weinig te doen, maar hij levelt wel lekker. Oké, okay, top. We kunnen door hier naar dit grasje. Ja, ja, ja. Wat is hier dan allemaal? Oeh, een nieuwe route. Oh, oh, wacht toch. Wacht, oh. Ik dacht, jij staat hier om iets tegen mij te vertellen. Maar jij wil ook gewoon tegen mij battelen. Meneertje William Shakespeare, gast. Oh nee, dat was geen kunstenaar. Mime Junior. Die hadden we natuurlijk kunnen gebruiken in onze Baby Only Challenge. Ik denk dat het qua type best wel goed was. Ik weet alleen dat Mime Junior echt een goede Pokémon is. Maar volgens mij is die best wel redelijk. Hij kopieert mij en doet nu ook een Water Pulse op mijn hoofd. Ja, dat vind ik helemaal goed, jong. Oh, ik ben alleen wel confused. Dat is wel minder. Ja, en ik ga mezelf slaan. Want Psyduck houdt van hoofdpijn, hè? Jullie weten het. Oké, en nu? En nu? Gaan we hem nu? Ja, nu gaan we hem wel raken. Toppie. Doei, Mime Junior. Was leuk je gekend te hebben. Tot ooit. En dan mag Gerrit nu lekker tegen Bonsly. Nog een baby Pokémon die we hadden kunnen gebruiken. Als je die serie niet gezien hebt, ga het even checken op mijn kanaal. Was best een leuke serie. Zonder Bonsly en zonder Mime Junior. Wat is dit voor huisje? Ik denk een Berry persoon huisje. Ja, dit is de Berry Master. We krijgen een Fiji Berry. Kunnen hier ook berries kopen? Maar nee, dat ga ik niet doen. Joh. Ik gebruik amper berries, joh. Ik pluk ook gewoon 9 van de 10 keer de berries niet. Ik laat ze altijd lekker zitten. Kunnen wel hier honing opgooien. Misschien dat we ooit nog hier terugkomen. Dat daar dan een goede Pokémon uitkomt. Ik ben ook benieuwd wat voor Pokémon hier in dit gras zitten. Bidoofy! En Psyduck? Ja, die hebben we al. En Machop en die hoeven we niet. Nou, we gaan gewoon verder. En dan zijn we in Heart Home City! En dan komt er een Beniri naar ons toe lopen. Hallo, Benirietje. En dit meisje zegt, nou gelukkig stond jij hier, want misschien was mijn Beniri anders wel heel ver weggelopen. Ga terug in je Pokéball. Nu! Ik ga nu naar de contesthal, want daar was ik naar op weg. En deze visser wil mij laten zien waar de contesthal is. Maar ik wil helemaal eigenlijk niet naar de contesthal. Ik wil gewoon naar de gym. Yo, dit is super, super leuk huisje. Dit is de voorzitter van de Pokémon fanclub. En die begint te praten over Poffin dit, Poffin dat, Poffin zus, Poffin zo. Ja, en hier heb je een Poffin case. Nou, dankjewel, joh. En we zijn in de kerk. Van Heart Home City. Het is hier ook echt super stil. Er is geen muziek hier. Geen kernmuziek, niks. Oké. Okay. We mogen weer normaal praten. Waar is de gym? Oh, oh. Hier is, denk ik, de Pokéball de contest ding. Hier is de gym. Maar de gymleader stond, denk ik, daar voor de Pokéball contest hall ding. Ja, zie je? We kunnen de gymleader niet uitdagen. Want ze is niet hier. Ah! Nou, dan gaan we in de volgende aflevering waarschijnlijk lekker dansen met onze Pokémon. En dan gaan we even kijken of we deze badge kunnen fixen. Dus als je dat wil zien, knal dan keihard die duimpjes omhoog. Daarmee gooi je heel veel support naar mij en dat vind ik super tof. En je gooit nog meer support door te abonneren en even het belletje aan te zetten. Doe dat! En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!